Zonder sleutels kom ze hier nooit. Nou, komen we voor de vastelovend. Dat hebben ze begrepen, hè? Ja, maar, ja eigenlijk wel, joh. Maar nou zie ik toch een kerstmanpak hangen. Ja, de kaalste maand van het jaar is de vastenovend maand. Dat is februari. En als er dan warm mee zit, is dat toch fijn. En dan heb ik ook nog een stuk van de kerstbouwmuur, de toep. Die hoor ik eruit en haal ik die goed vast. Heb ik drie bijen om op te stolen, dan val ik er niet zo vanaf. En daarom heb ik dus een gegeven moment dat kerstpak. En ja, ik heb het... een keer, de eerste keer ingezat met skiën dat, in Frankrijk. En dat was tegen kerstmis aan. En toen was er, een eindige was ik aan het skiën op eerste kerstdag, heerlijk. En ik keek goed achter me, een beetje lawaai. En een hele sleert kinderen. En die waren, had ik die afgepakt van de skileraar. Want Père Noël was veel belangrijker dan dat skiën. Wie heeft het vastelovensvirus zich ooit te pakken gekregen? Ja, we hadden een kinderrijke buurt, veel kinderen. En dan heeft ze een paar vriendjes en dan geeft ze mij de stad in. Hè. Daar is vrij en er moest wat gebeuren. En dan heeft ze natuurlijk wat hulp nodig om een beetje los te komen. En dan klauwden we even een flesje wien bij de buren onder de kelder. En die hadden een hele goeie wienkelder van de bank, dus die hadden wel goeie wien. En daar noemen die mij naar boven, naar mijn kamer op zolder. En dan had ik een kast helemaal open. En dan stonden er dan zes flesjes bier en dan nog een fles winderbeer. En dan dronken we er een paar glaasjes van. En dan gingen we naar de stad toe. En dan gingen we ja, door de stad heer. En dan hosten we zo met een zes, zeven man nevenheen en zo hangen. En op en neer... lopen en rennen en flauwekul maken. En het enige wat ik me nog hier altijd herinner, het regende altijd. Ik heb af en toe een gegeven moment van de mazen van het wet heb ik gebruik gemaakt. Als ze de boerenbroeder was bij het beste voor de jeugd op straat en zo. En dan kreeg ze, moest ze van tevoren kon ze gewoon hossen en springen in de alde veiling op de rode straat. En die hadden iedere keer hadden ze daar keertjes van. En die keertjes die, hadden iedere jaar een andere kleur. En als ze dan zorgt dat ze weet welke kleur dat ze is, dan kan ze kijken wat ze toest naar een van een stukje karton is. En dan maakt ze die noorden, dan tekent ze de stempel op van de jokers. En dan kan ze voor niks naar binnen. En ze de eerste 35 cent verdient. Dus dan kunnen ze weer wat meer... drinken of doen. Hè? Dus ja, dat is het. Toen ben ik op een slechte pad gekomen. En ik ben er ook niet meer vanaf gekomen. Nou, nou geest ik al 30 jaar in dezelfde oedossing. Ja. Met de vastelovende paard. Waarom? Ja, op een gegeven moment ben ik tegen een koe aangelopen. En ja, dat was Een gelukkige omstandigheid, want de koe heeft mij verder de komende 30 jaar altijd begeleid. Ik heb altijd met de vastenhoven lopen met de koe rond en als ik de koe niet meeneem, zeggen ze, waar is de koe? En dan heeft ze hem wel bedig, zeggen ze, dan heeft ze alweer de koe bedig. Hè. Dat is een beetje fantasieloos. En zo voor en al heb ik die koe een beetje wat meer body gegeven. En, heb ik er nog een uur mee gemaakt en zo. En dan doe ik hier wat melk in. En dan, ja, dan zien er toch mensen die altijd willen weten of dat wel echte melk is. Nou, dan kan ik dat met behulp van de goede melkgreep. Kan ik toch op een gegeven moment die mensen toch even de schoen poetsen. Hè.
En dat vinden ze vooral die vrouwen met die mooie zwarte kleier, die vinden dat maar niks. Maar ik wel. Maar dat is wel leuk. En dan komen er weer mensen aantrekken en die kunnen dat niet. Hè. Die moet boven afsloeten en dan leeg drukken en zo. Dus dan kan ik mijn vak ook nog eens een keer leren aan andere mensen. En hij is een bier, hè. Hij is een bier. Heeft ze ook een naam? Nee, eigenlijk niet. Als ze hem geen naam geeft, dan is het de koe van het Rijn. En als ze hem Bertha noemt, is ze alleen maar van Bertha. Dus dat is niet leuk. Dus ze heeft geen naam. De koe. Nou, en ik ben de man van de koe. Ik ben de man van de koe? Ja. Af en toe loopt ze een fotograaf tegen het lief en wilde dat de plaat vastleggen. En dan is het zoiets. En de koe. En de muts. Ja, deze muts hoort daarbij. Ik is wel allemaal zo'n grote muts opzetten met die veren die de jongens van de Jokers hebben. Maar deze is eigenlijk veel leuker. Ja, dan, dan ben ik al half op de vastenavond. Ja, een half een haan, zoals je bijna kent. Ja, maar niet om te eten. Niet om te eten. Wat is dat alweer? dit is... ik zie ze vliegen. In een vogelkooi en heb ik me allemaal vogeltjes aangemaakt met tie-rips en zo. En dan vind ik helemaal goed. Het enigste probleem is dat de opening van de vogelkooi, daar kan geen glaas bier door. Dus dan moet ik af en toe een kunstgreep toepassen. Ben je een echte Einzelganger? Ja, ik doe niet anders dan Einzelganger. Ik zit niet in een groep of weet ik wat. Dat is... ja, ik vind het gemakkelijker in een stap ik naar iemand toe die ik ken of niet ken. Of mensen die vriendelijk lachen of een goed hoed zien. En dan begin ik toch een preutje mee te maken. Maar ik zorg altijd dat ik wat heb om over te proten, een beetje kwartzoet te kunnen proten. En in de loop van de doorgang door de stad kreeg ze door de reacties van de mensen, kreeg ze een idee, oh verdomd, dat is waar ook. Dan plek ze dat beet in voor hulken. En dat wordt hartstikke leuk. En het lastige is dat de optocht is te kort in tijd. Want ik wil mijn ei kwijt en het verhaal wordt groter en de parade wordt kleiner. Hè? De optocht wordt kleiner. Dat is zo zonde. Dat is zo jammer. Maar dat is wel heel leuk. Ja. En hier ook weer met de koe. Hè? Ja. Dich wil ze altijd... met de vastelovend iets in de hand hebben. Waarom is dat? Ja, als je iets in de hand hebt, dan heeft ze geen glaas bier in de hand. En als ze te veel bier drinkt, dan weet ze op een gegeven moment ook niet meer wat er gebeurd is de volgende dag. En als ze wat in de hand heeft, heeft ze iets om over te beginnen te vertellen. Ja, het uur bijvoorbeeld. Of hey, als het bijvoorbeeld iets heeft met de eindbijn, dan... dan vertel ze heel wat over, hè. Of dan heeft ze wat en dan kan ze mee zwijgen. En ja, dan is ze ook goed. Dat is het voordeel, hè. Er past ook een glaas bier in, volgens mij. Twee. Ja. Dat is gewoon een stuk van een lenspomp van een boot die de stroom naar boven moet drukken. Heb ik in de keer in de Maaim gevonden. Ik heb het nooit verteld tegen de mensen. Ik had het net over die vak. Wat is die vak geweest dan? Ik ben dierenarts geweest. Of ja, dat is wel altijd. Hè. Dus een roeping is dat. Dus ik ben dierenarts. Maar nou snap ik ook waarom die greep op de uier van de koe, op de speen, voor dit geen probleem was. Nee, dat is natuurlijk bij einde zo'n techniek is dat. Dan moest ze examen melken, kies ze dan. Als viaarts? Ja, als viaarts. Neven die kuipke, dat is toch geen Brabantse vlag? Of Walpoort? Nee, even eraan. Dit? Nee, dit is een decoratieve lab. Nee, dat is Commedia dell'arte. Die Italiaanse carnaval. Die is met allemaal van deze jokers, allemaal van die dingen. Paul, nou durf ik het bijna niet te vragen, maar zullen we dich misschien nog even mogen zien in volle ornaat met de koe? Dan ben ik weer een beetje in de sfeer gekomen. 11e van de 11e, nood tegen de Vastenhoven vandaan. Jawel, natuurlijk kan dat.
En dan, maar dan wil ik weer wel omtrekken, maar dat had ik toch niet voor een beetje privé. Oké, okay. Tot dadelijk. Oké, okay, tot dadelijk. Wow. Het is gebeurd. Nou, het is maar een heel klein stalletje, hè? Maar ook maar voor eigen biersten. Dus ik heb geen last van de CO2. Kijk, en nergens is het gras groener als bij Paul Geurts. Ja, en bij de buren. Want die meien en ik niet. Hè. Ik heb hier een eigen mijnmachine. Meer groen op stroot met de vaste loven. Ja, veel meer. Meer tegelstroot en meer groen. En goed voor de biers te zien, vooral voor de kuur. Hey, hartstikke bedankt. En misschien zien we ons met de vaste loven op het terrein. De kant is heel goed. Thank you.